Uh, vanochtend hebben we ons vooral geconcentreerd even op de vraag die iedereen natuurlijk ook wel bezighoudt, ook mijzelf. Uh, hoe is het met Kenan? Um, en uh, we hebben contact met de familie gehad. Uh, en uh, nou, dat gaat, hij is goed de nacht doorgekomen. Uh, dat is plezierig. Hij ligt nog wel op intensive care. Uh, en in de loop van de dag uh, hopen we te vernemen dat hij uh, wellicht naar een wat lichter regime kan. Maar dat is nog uh, even afwachten. Weet u wat de aard van zijn verwondingen zijn? Nee, daar is het niks over bekend. En als ik het al zou weten, zou ik het niet aan de grote klok willen hangen. En de vader, de eigenaar van een geelroem? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nee, het is gelukkig zo dat het hele gezin daar in Groningen nu verenigd is. Hè. Dus uh, ze zijn bij elkaar. Uh, vader moet ook nog wat behandeling uh, ondergaan. Uh, maar ze zijn uh, met elkaar. En, uh, en daar uh, kunnen ze elkaar ook tot maximale steun zijn. Nog even over Kienan. Um, de, heeft u een verwachting wanneer hij weer naar huis kan? En, of hij naar huis kan? Nee, we zullen natuurlijk dat contact met de familie wel blijven houden. Uh, ik weet ook dat de school uh, waar Kinal zit uh, natuurlijk nieuwsgierig zal zijn naar uh, de vraag van uh, wanneer komt Kinal weer uh, ons uh, vergezellen. Uh, maar we zullen echt de medische ontwikkeling moeten afwachten. En uh, in nauw contact met de familie uh, worden we daar wel over geïnformeerd. Maar hij kan weer praten. Ja, ja, nou, ik heb begrepen. Nou ja, ik heb natuurlijk niet zelf met hem gesproken. Hè, maar de familie is optimistisch, dus uh, laten we dat optimisme maar vasthouden.